Yo Nintendo fans! Het is tijd om in Hyrule Warriors naar mijn favoriete champion te gaan. Mifa! Hey, vind je die ook leuk? Ja! Nou, dan zitten wij voor een keer eindelijk op één lijn. De Zora's die met gemak de rivieren en meren verplaatsen wonen nu in het Zora-paleis Lanairu. En Mifa, een Zora-prinses met genezende krachten, is gekozen om de titaan Varuta te besturen. Met Link en de ander aan haar zijde is Zelda afgereisd naar het Zora-paleis voor een audiëntie bij koning Dorafhan. En daar is die. Ah, oh, de bazenkoning. Mifa. Aan het stuur van een titaan vraagt koning Dorafhan zich af. Is dat wel een goed idee? Yes. Zelda die denkt van wel. Als u het goed vindt. Mijn vader koning Rohan heeft een rotsvast vertrouwen in de vaardigheden van Mifa. Mifa is een heldin jongen. Mifa is super tof. Maar het is een gevaarlijke missie om een titaan de strijd in te sturen tegen het onheil. Ja. Hij had een vooruitziende blik volgens mij, de koning. Hij wist dat het fout zou gaan. En ik heb vernomen dat de ridder die het onheil zal verdrijven nog niet is verschenen. Jawel. Dat ben ik. Dat is Link. Ze weten dat nog niet, hè? Wat? Hij wil dat niet doen. Hij wil Mifa niet de titaan laten besturen. Maar er is een boodschapper. Ja, kijk, daar is hij. Oh, samen met Mifa. Link en Mifa zijn daar samen. Ah. Dit is zo leuk. Kijk er dan. Mifa, de prinses van de Zora's. Ja. Heel cool. Ze zegt dat Link niet echt is gegroeid. Maar wel is veranderd. Kijk. Dit is mijn Mattie. Dit is mijn nieuwe Mattie in het leven. Ah, super cool. Er zijn monsters op de Ploymusberg. En ze komen hierheen. Mifa gaat het aanvallen. Mifa gaat ze pakken. Oh, de koning gaat ze aanvallen. En hij dacht dat de prins bij u was. Maar prins Sidon is hier niet. Nee, die is hier niet. Waar is Sidon? Waar is die? Weet jij het? Weet jij waar de prins is? Kijk, Link die knikt alweer. Zo van, dit gaan we fixen, Mifa. We hebben aan één knikje genoeg om elkaar te begrijpen, toch? Wij gaan Sidon vinden. En deze man moet even zorgen dat het paleis beschermd raakt. Ja. Dit is zo cool, man, om hier weer terug te zijn. Gaan we ook gewoon hier battelen? Ja, man, we gaan gewoon hier battelen. Gewoon echt hier in het Zora-paleis. Wat kick. Wat vet. De Zora-commandanten, die hebben het moeilijk. Ja, ik ga ze denk ik even allemaal helpen. Denk ik. Door naar de Electro Whiz Robe. Pak hem. Lekker aanvalletje, Link. Lekker, hoor. Hoppakee, gebruik je bommetjes. Beam, 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 beam. Beam. Hij is bijna kapot. Maar met de nadruk op bijna. Jeetje. Wat een chaos af en toe in deze game, hè. Niet normaal. Oké, we gaan hem kapot maken. Met de zwakte aanval. Dikke doei. We gaan alle commandanten helpen. Hoppakee. Dat is commandant nummer 1. Hé, Mifa heeft een bepaalde blessing of zo. Een bepaalde kracht. Oké, jongens. Mensen, we moeten deze kant op. Hoppa. Hoppakee. Hier helpen, jongens. Hier helpen. We moeten deze commandant helpen. Come on. Kan ik hem ook bevriezen? Of nou ja, dat is niet meer nodig. We kunnen hem gewoon aanpakken. De tweede commandant is geholpen. Oké, door. Nu naar de volgende. Dan moeten we deze kant op. We kunnen van vechter wisselen. Oh ja, hier. Helemaal goed. Want hier moeten we deze commandant even helpen. En heel goed. De Zelda die was al deze kant op gegaan. Dus dit gaat helemaal goed. Kijk dan. Woe. Lekker. Kom op. Ja. Het is klaar met hem. Het is ook klaar met deze. 100 KO's hebben we al te pakken. Deze hebben we ook gered. Hij is bijna kapot, deze Moblin. Nog een keer. Nee, helaas. Maar dit gaat goed komen. Oh, ik dacht trouwens dat ik die andere commandant al geholpen had. Maar we hebben er nog maar 2 geholpen. Godverdorie. Oké, deze is nu gered. Nu nog eentje. En dat is die hier zo. Ja, we moeten deze gekke wizard nog even slopen. Hoppa. Lekker. Pakken. Kom op. Yes. Zwakte plek aanval. En klaar.
Hoppa, we hebben alle commandanten gered, jongens. Mifa zegt, was er iemand bij hem? Oh nee, ik hoop maar dat hij niets gevaarlijks doet. Ik weet niet zo goed over wie het gaat. Ik denk over Prins Sidon. En we moeten nu naar de Electromoblin. Daar is die. Daar is die, de Electromoblin. Oh, die ziet er best wel heftig uit, ja. Die ziet er wel intens uit. Oké, deze is voor jou. Deze heb ik de hele tijd opgespaard, deze aanval. Dit is een cadeautje. Hier. Nice. Hij is al gelijk bijna kapot. Bijna. Nog één klapje, denk ik. Kom op. Yeah. Mifa zegt, Link, je bent fantastisch. Hierna ben ik, dus zorg dat je kijkt. Oké, waar ben je? Waar ben je, Mifa? Watervalbeklimming kunnen we doen. Oeh, dan kunnen we zo hierin of zo. Of wat? Ja. Denk ik? Ik weet het niet. We moeten in ieder geval de andere monsters verslaan. En die zijn best nog wel een heel eindje verderop, hoor. Go, go, go. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ik hoop dat ik je nog kan helpen. Laat me je helpen. Heel goed. Lekker. Oké. Hier staan er twee. Hier staan twee van die freaking Moblins. Eentje, één Electromoblin en één andere Moblin. Kijk. Zwakteplek aanvalletje erbij. Ja, die is kapot. Lekker. Die andere is ook bijna kapot. Kom op. Go. Ja, die is ook kapot. Lekker. Die hebben we. Helemaal goed. Dan ga ik nu switchen naar Link. En dan gaan we Mifa en Impa alvast doorsturen naar de volgende. Oké, de Electromoblin heeft nog twee klapjes nodig, denk ik. En dan is het ook wel klaar met deze. Ja, oké, dat is nummer 5. En ik zie dat Mifa nu bij de laatste is. Die is hier zo. Heel goed. Dus even kijken wat Mifa kan doen. Hoppa. Heerlijk, Mifa. Nou ben ik ook benieuwd wat deze wateraanval is. Oh, dat werkt zo. Dan kunnen we continu uit... What? Mifa wordt helemaal lijp. Super nice. En deze is ook verslagen. Wow, dit ging super snel. Is het een Lynel? Oh nee. Kijk de kleine Sidon. Die wil het even opnemen tegen deze Lynel. Kijk uit, vriendje. Daar ben je nog veel te jong voor, toch? Oh, super vet. Oké, ik ga deze aanval doen. Deze vond ik echt sick. Deze was insane. Hoppakee. Heel nice. Kijk daar in de lucht gaan ook gelijk. Woehoe. Heerlijk. Kom op. Break zijn verdediging. Nice. Lekker. Oké, zwakte plek aanval. Let's go, Mifa. Heel vet. We zijn er bijna, jongens. Bommetjes. Lekker. Nice. Nog een keer bommetjes. Ik hou van die bommetjes. Die zijn supergoed. Even weg. Au. We zijn er bijna. Hij is bijna kapot. Maar Mifa heeft ook een probleem. Alleen heeft Mifa deze nog over. Meneer Lynel. Mifa had die nog over. En nu is het klaar met jou. Daar ga je, vriend. Kan je wel zo groot en gespierd zijn en half paard, half leeuw, half mens, weet ik veel wat zijn. Maar hé, als wij gaan samenwerken, Sidon, heb je niks op ons. Kijk, deze kleine Sidon. Waarom wilde je hem alleen bevechten? Kleine Sidon. Het is wel een held. Het is wel een regelrechte held. Mifa was ongerust en geeft hem een lieve knuffel. Ja, het is super vet om al die champions zo in actie te zien, man. Echt heel cool. Heel goed, Mifa. En toch even een complimentje geven. Mifa is trots op hem. Oh, het alarm gaat af, jongens. Het alarm gaat af. Wat is daar gaande? Wat is Zelda daar aan het doen? Oh, nee. Er komt nog een aanval. Oh, ik dacht dat we er waren. Ja, nu moeten we denk ik Faruta gaan besturen. Ja. Ik denk dat het gaat gebeuren, jongens. Ik denk het wel. Of gaat Zelda iets doen? Gaat Zelda een of andere ultieme aanval doen? Nee, daar is die. Faruta! Ik denk dat we daar nog gaan komen. Dat nog gaat gebeuren. Oh, wacht even. Er gebeurt nog van alles. Nee. Het gaat fout. Er is geen weg meer terug voor de Zoras. Pak ze aan, jongen. Oh, gosh. Oké, koning. Koning, wat ga je doen? Koning Dorfen? Wat ga jij doen? Oh. Oehoe. What?
Oké, wie deed dit? Wie deed deze sicke move? Wie was dit? Was het Zelda? Was het Faruta? Could it be? Wie deed dit? Dit was Faruta, hè? Ja. Mipha bestuurt Faruta. Holy shit, wat ziek. Oh man, dat was insane. En wat is dit dan? Zien we hier dat Faruta uit het water komt? Ja hoor. Oh, wat een bazenbeest. What? Ja, en hier was hij nog one of the good guys. Oh, wow. We mogen hem gaan besturen. Oh my gosh, net als bij Daruk. Mogen we ook Faruta gaan besturen. Holy crap. En daar gaan we even op vuren, jongens. Beam! Zelfs die wizards kunnen niks doen, man. Dan ben je een tovenaar en dan ben je zo machteloos. Volgens mij voelt dat zo niet chill. Als jij een tovenaar bent en je kan niks doen. Stel je voor dat Gandalf in Lord of the Rings opeens compleet useless was. Dat is toch zielig? Oké. Hoppa! Oké, ik vind deze wel echt super nice. Deze speciale aanval. Hier kan je niks tegen doen, joh. Doe maar even deze. Hoppakee. Volgens mij staan er nog maar twee. Ja hoor. Hallo Lionel. Hallo. Doei Lionel. Wil jij ook nog een paar ijspegeltjes op je bakkes? Dank je Ruta. Samen hebben we vrede gebracht. In het paleis, zegt Mipha. Jij en ik, we zullen ze beschermen. Heel goed gedaan, Mipha. Lekker bezig. Ja, koning Dorofan. Ben je nu dan misschien wel overtuigd? Ja. Hij denkt dat de Zora's niet voorbereid zijn om tegen Calamity Ganon te vechten. En bij deze komen ze ons helpen. Met de kleine prins Sidon. Zo nice. Lekker, man. Ook de Zora's gaan helpen. Aangevoerd door koning Dorofan. Oeh, en Mipha? Ja. Ja. Nu is het officieel, jongens. Nu wordt het officieel gemaakt. Heel nice. Heel nice. Awesome. Oh, op één voorwaarde. Welke voorwaarde? Waarom ben jij trouwens zo groot, jongen? Dat je belooft veilig terug te komen. Heeft ze dat beloofd? Want... Ja, volgens mij niet, hè? Ze heeft geen ja gezegd. Ze heeft niet gezegd dat ze dat zou doen. Dit was zo vet, jongens! Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze aflevering, want... Ik heb hier echt van genoten. Ik hoop jullie ook. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickaTune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!